Beautiful Ladies, dankjewel dat je kijkt naar alweer de 4e aflevering van mijn travel vlog serie. Mijn broertje en ik gaan eindelijk surfen, yay! En hoewel ik nu enthousiast doe, moet ik eerlijk zeggen dat ik er eigenlijk op dat moment niet echt zin in heb, omdat ik gewoon moe ben van dat hele rondtrekken. Het is misschien een beetje gek om te zeggen, aangezien het lijkt alsof ik de hele tijd op vakantie ben, maar elke keer een nieuw bed en je spullen inpakken, uitpakken, weer een kamer zoeken, weer vervoer zoeken. Het kan ook af en toe gewoon heel vermoeiend zijn, maar we doen het toch en het is echt bruut. Ik bak er niet veel van en het is doodvermoeiend. Tijdens de terugkeer van mijn eerste beurt heb ik zelfs echt een dikke vette wipe-out. Wipe-out is als je van je plank valt en eigenlijk gewoon door het zand rolt alsof je echt wordt gezandstraald. Toen ik uit het water kwam zat er dan ook zand overal. Maar ik probeer het gewoon opnieuw en deze keer sta ik wel geteld 3 seconden op de plank. Ik stond eigenlijk te hoog. Je moet vrij laag blijven om goed te kunnen blijven staan. Maar het maakt niet uit. Ik vond het al vet dat ik de tweede keer gewoon al kon staan. Achteraf ben ik natuurlijk wel heel blij dat we dit hebben gedaan. Maar aan alles komt helaas een eind en de volgende dag is de dag dat mijn broertje naar huis vliegt. Dit is natuurlijk een verdrietig moment en daarom gaan we juist iets extra leuks doen. We gaan naar waterpark Waterbom. Er zijn 2 glijbanen die we echt helemaal de bom vinden en dat zijn Boomerang. En Climax. Die heb ik helaas niet kunnen filmen, omdat je in sommige glijbanen gewoon geen camera mee mag nemen. Omdat het gewoon gevaarlijk is om iets anders te doen in plaats van je te focussen op je eigen veiligheid. Er is nog een glijbaan waarover ik en mijn broertje van mening verschillen of die nou wel of niet leuk is. Dit is natuurlijk een grap. We hebben dit eerlijk gezegd in scène gezet omdat ik de eerste keer zo verveeld was in die glijbaan. Toen zei mijn broertje, oh kom, dan ga ik er ook in en dan ga ik doen alsof het vet spannend is. Dan kan je daar een leuke montage van maken. Superleuk! Na mijn broertjes vertrek blijf ik 2 dagen in Kuta. Dit doe ik omdat ik echt even mensen om me heen wil. Mijn broertje is echt een van mijn BFF's en ik vind het ook echt heel, heel erg naar dat hij vertrekt nadat we 2,5 weken samen zoveel lol hebben gehad. Ik wil daarom echt even mensen om me heen, zodat ik daar afleiding van heb. Zoals verwacht is het echt een flinke kater en ben ik ook echt verdrietig die eerste dag. Maar gelukkig ben ik in Bali en zijn er altijd hele lieve, vrolijke mensen om je heen die je ook opvrolijken. Ik vertrek naar Uluwatu ook weer op aanraden van Ilem. Mijn homestay is echt een paradijs. Super lieve mensen met wie ik dingen kan regelen. Mijn zwembad is echt fantastisch zoals je hier achter me ziet. Ik heb een motor gehuurd om de buurt te verkennen. En dit vond ik zo spannend. Eerlijk gezegd is het ook niet mega veilig. Steile helling vandaan en ik moet die steile helling op. Maar ik ben heel trots op mezelf dat ik dat gedaan heb. Volgende week vertel ik je nog veel meer over mijn avonturen op deze prachtplek. Als je al geabonneerd bent, dan zie ik je volgende week. Mocht je nog niet geabonneerd zijn,
doe dat dan nu, want dan krijg je die update automatisch binnen. En zoals je misschien al merkt, loop ik 2 weken achter met deze vlogs, omdat ik niet altijd een hele sterke internetverbinding heb en toch wel ongeveer op dezelfde dagen wil blijven uploaden, zodat daar een regelmaat in zit. Mocht je me wel real-time willen volgen, ik plaats elke dag een foto van wat ik die dag heb gedaan op Instagram. Mijn naam is Iperkovic. Dus als je dat leuk vindt, dan kan je me daar volgen. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week.